Hey Hans, wat zijn de risico's van artificiële intelligentie? Artificiële intelligentie gebruiken kan ook fout lopen. Toepassingen van AI worden nog steeds door mensen gebouwd en vaak gevoed met historische data. In de ontwikkeling en in de historische data kunnen onzichtbare vooroordelen zitten, waardoor aanwervingssoftware bijvoorbeeld alleen de mannelijke kandidaten selecteert. AI kan ook misbruikt worden om bijvoorbeeld via gezichtsherkenning personen te gaan monitoren. En wie moet er straks betalen als de zelfrijdende magazijnrobot schade berokkent? De programmeur, de fabrikant, de eigenaar van de robot? Het gebruik van AI om taken te automatiseren en te versnellen zou ook kunnen leiden tot het verlies van banen. Heel wat aandachtspunten dus, die je best al bij de start van een AI-traject bekijkt. Maar de grootste bedreiging voor veel bedrijven vandaag is even het te laat inzetten op kunstmatige intelligentie. Wil je ook met AI aan de slag, maar zoek je nog wat meer inzicht en inspiratie? Perfect! De komende maanden kan je bij Agoria en Siris terecht voor de AI Inspiration Sessions. Dat zijn korte webinars waarin Belgische bedrijven vertellen hoe en waarom ze AI ingezet hebben voor een herkenbaar probleem. En ook de resultaten worden getoond. Hogere efficiëntie, hogere kwaliteit, meer winst. Schrijf je dus snel in voor de volgende inspiratiesessie.